Office 2010 voor senioren. Het gebruik van de agenda van Outlook 2010. De agenda van Outlook toont verschillende pictogrammen die u kunt gebruiken om een afspraak in uw agenda te plaatsen of om de agenda anders weer te geven. In het deelvenster Taken kunt u de voortgang volgen van taken die aan u zijn toegewezen. In plaats van de planning van vandaag kunt u de werkweek, de week of de maandplanning zien. Klik in het programmavenster linksonderin op de knop Agenda. Standaard is de weergave Dag actief. Klik in de groep Schikken op de knop Werkweek. De agenda toont nu de 5 werkdagen van de week. Het weekende ziet u niet en na 17 uur is alles in een lichtere kleur weergegeven. Deze uren vallen buiten de normale werktijden. Door in de groep Schikken op het startpictogram te klikken, roept u het dialoogvenster op waarin deze instellingen aangepast kunnen worden. Klik op de knop Week. De agenda toont nu de planning voor een hele week. Ook ziet u uren die niet tot de standaard werkweek behoren. Deze zijn gearceerd met een lichtere kleur. Kiest u voor de weergave per maand, dan valt de arcering van de vrije momenten weg. We gaan nu een afspraak maken. Op het tabblad Start ziet u de opdrachtgroep Nieuw. De knoppen in deze groep gebruikt u om nieuwe afspraken in de agenda te plaatsen. Een afspraak is een eenmalige gebeurtenis in de agenda. Voor deze gebeurtenis kunt u tijd reserveren. Schakel eerst over naar de weergave Dag. Klik op de knop Nieuwe afspraak. In het venster dat verschijnt kunt u de gegevens voor de nieuwe afspraak invoeren. Het onderwerp van een afspraak ziet u terug wanneer u de afspraken in de agenda bekijkt. Typ in het veld onderwerp de tekst: dit is mijn eerste afspraak. Gebruik de tabtoets om naar het volgende veld te gaan en typ daar de tekst thuis. Klik op de pijl omlaag naast het veld begintijd en selecteer een bepaalde dag. Klik op de pijl van het tweede veld bij begintijd en selecteer de tijd 10 uur. De afspraak in dit voorbeeld duurt precies een uur. Stel deze tijd in bij het tweede veld achter eindtijd. Het eerste veld achter eindtijd is niet aangepast, zodat de afspraak op dezelfde dag eindigt. In het berichtgebied onder het lint kunt u een tekst typen. Noteer hier aantekeningen speciaal voor deze afspraak. Is het veld onderwerp duidelijk genoeg, dan hoeft u het berichtgebied natuurlijk niet te gebruiken. Klik op de knop Opslaan en Sluiten. De afspraak komt in uw agenda te staan. Klik op de weergave Maand, zodat u de afspraak kunt bekijken. We gaan nu een terugkerende afspraak plannen. Afspraken die regelmatig terugkeren en steeds op hetzelfde tijdstip plaatsvinden, hoeft u niet iedere keer opnieuw in te voeren. Gaat u bijvoorbeeld een maand lang op iedere woensdag naar de tandarts, dan hoeft u de afspraak maar één keer te noteren. Klik op de knop Nieuwe afspraak. Typ in het veld Onderwerp Afspraak Tandarts. Typ in het veld Locatie, Tandarts. Selecteer bij begintijd de eerste woensdag van de volgende maand. Selecteer de begintijd 13:30 uur.
Selecteer bij eindtijd 1400. Deze is al verschenen, dus hoeft niet meer aangepast te worden. Klik nu op de knop Terugkeerpatroon. U vindt deze in de groep Opties. Klik op het keuzerondje bij Wekelijks als dit nog niet is geselecteerd. Controleer of bij Keert elke zoveel weken terug op een 1 is ingevuld en plaats een vinkje bij de woensdag. Controleer of dit al het geval is. Activeer het keuzerondje bij eindig na en wijzig het aantal van 10 in 4 keer. Klik op de knop OK. Klik op de knop opslaan en sluiten. Blader naar de volgende maand. En bekijk de afspraken. Klikt u dubbel op een afspraak die tot een reeks behoort, dan verschijnt een venster waarin u kunt kiezen voor het openen van deze ene afspraak of de hele reeks. Tot zover het maken van afspraken in de agenda van Outlook 2010.